Welkom. Vandaag gaan we het hebben over stambomen of cladogrammen. En stambomen komt vaak terug bij biologie, maar wordt toch wel lastig begrepen. En dus we gaan een stamboom bekijken en dan gaan we een opgave doen. Dus stambomen die maak je om een bepaalde verwantschap tussen soorten of tussen families zichtbaar te maken. Families dan in een biologische zin. Families, katachtige versus hondachtige, vleeseters. En die voorouders, dat zijn vaak de gemeenschappelijke voorouders, dat zijn de punten waarop zo'n stamboom zich splitst. Hier is een stamboom en je ziet hier vier verschillende diergroepen: hagedissen, krokodillen, vogels en dinosauriërs. En dan zouden we ons de vraag kunnen stellen, of de vragenstellers zouden dat jou de vraag kunnen stellen: met wie zijn de vogels nou meer verwant? Met krokodillen of met dinosauriërs? Nou, dan moeten we een aantal dingen doen. En wat vaak gedaan wordt is van, nou, ze staan naast elkaar, dus dat moet wel iets betekenen, maar dat klopt niet. Voordat we die vraag gaan beantwoorden, doe eens een stap terug. En ik wil een stelling poneren dat dit cladogram of deze stamboom is hetzelfde als deze stamboom. Hoe zou je dat kunnen zien? Nou, stel je nou voor als dit gewoon draadjes waren. Die lagen hier plat op een tafel. Dan zou ik die draadjes ook op deze manier neer kunnen leggen. En dit ken je misschien wel, zo'n dingetje. Dat kan je vaak voor baby's kopen en dat hangt dan boven een wiegje. En dat noemen we dan verwarrend genoeg een mobiel. En wat blijkt nou? Ik kan onder al die bolletjes, kan ik dit hele gebeuren, kan ik draaien. En dan gebeurt er niets met de verwantschap. He, of de relatie, de verwantschap tussen deze groepen dieren, of de relatie tussen die dieren. Daar gebeurt dan dus niets mee. En dat vind ik belangrijk, ja, dat je dat onthoudt. Want het maakt dus niet uit, is mijn stelling, en die klopt ook, of vogels of dino's, of ik die omdraai of niet. Dat maakt niets uit voor mijn stamboom. Mijn stamboom is dan nog steeds even waar en kloppend. En dit zijn trouwens wat ik hier laat zien, dit zijn feiten, ja, wat, zoals wij ze in de evolutionaire biologie voor waarheid aannemen. Dus ik zeg, dit kan je dus omdraaien, dus dat zou je hier ook kunnen doen. Dus ik zou dino's hier kunnen neerzetten en vogels daar. Dus dat dit een rechte lijn is, dat suggereert niet dat de lijn van de evolutie naar dinosauriërs is gegaan en dat vogels daarvan afsplitsen. Nee, dat wil dus niet zeggen dat dit de doorlopende lijn is en dat dit allemaal afwijkingen zijn. No such thing. Ja? Het zijn allemaal mutaties en we kunnen die niet zien. En natuurlijk is dit een super samenvatting, want vogels is niet één groep, maar die bestaan uit duizenden verschillende soorten. Dus dit is een zeer eenvoudige weergave van de werkelijkheid. En als ik het nou echt netjes zou moeten doen, dan zou ik dus dat laatste stukje zou ik een stippenlijn van maken, want dat zou betekenen dat ze nu niet meer leefden. En dat klopt dus ook. Wat moeten we doen? Nou, om die vraag te beantwoorden, zijn de vogels nou nauwer verwant aan de dinosauriërs of aan de krokodillen, is we moeten kijken wanneer hadden die twee groepen met elkaar een gemeenschappelijke voorouder. Nou, je ziet dat de vogels en de dinosauriërs, die hebben hier een gemeenschappelijke voorouder. En de vogels en de krokodillen, die hebben daar een gemeenschappelijke voorouder. En als je moeite hebt om dit te zien, ja, dan zou je naar die blauwe as kunnen kijken. En dan zouden we kunnen zeggen, ja, maar dit is een tijdas. En die tijdas, die loopt, zeg maar, als we zo omhoog, dan gaan we terug in de tijd. Zo, nou gaan we terug in de tijd. Dit is nu, ja, deze dieren die leven nu, nou deze niet meer, daarom heb ik een stippellijn ervan gemaakt, maar deze soorten of groepen dieren die leven nu. En hoe verder ik terug ga in de tijd, dus er, ja, eerder zit ik, ik ga dus terug in de tijd en dan kan ik dus terugkomen op een periode waarin er nog geen vogels en geen dinosauriërs waren, maar iets wat zorgde dat die twee groepen er kwamen. Dus de laatste gemeenschappelijke voorouder. Dus dat is zo lang geduurd. Ja, zo lang geleden. Nou, tussen de vogel en de krokodil is daar een gemeenschappelijke voorouder. Dus die hebben er, hè? Dan moeten we iets verder terug in de tijd. En nou is
Is het zo dat als je voorouder, als je twee verschillende voorouders hebt, hè, in deze vergelijking, en de ene voorouder, gemeenschappelijke voorouder, ligt dichter bij nu dan de andere, dan is die groep sterker verwant. Dat kan je je misschien ook afvragen met wie ben jij meer verwant, met je broertje of je zusje, of met een neefje. Ja, dan is dat met je broertje of met je zusje. En waarom? Omdat de gemeenschappelijke voorouder die jij met je broertje of je zusje hebt, dat zijn je ouders. En de gemeenschappelijke voorouder met je neefje, dat zijn je opa en oma, dus je overgrootouders. Dus de gemeenschappelijke voorouder tussen jou en je broertje is korter geleden dan die van hè, met je neefje. Dus ben je sterker verwant, nauwer verwant met je broertje of met je zusje. Ja, dus zo kan je dat ook zien. Vind je het nou lastig om die punten te bepalen? Dan draai je het hele geheel om en dan zie je het als een knikkerbak en dan gooi je er twee knikkers in. Ja? Beide voorouders van we weten. Dus dan gooi je hier een knikker in en die komen elkaar daar tegen. Dan gooi je hier een knikker in en die rollen naar beneden en die komen je daar tegen. Het moment waarop die knikkers kunnen botsen, ja, dat is dan je gemeenschappelijke voorouder. Dus, wat blijkt? Ja, die vogels zijn sterker verwant dan die dinosauriërs. En dat is wel opmerkelijk. Dat is echte biologische kennis. Deze groep noemen we een clade. Een clade is een groep soorten, organismen, die met elkaar een zeer nauwe verwantschap heeft. Die kunnen we dus hier ook zien. Dan is die alleen wat lastiger herkenbaar, ja, omdat die zo midden in die klade zit. Maar hier zit die natuurlijk ook. Dit is ook een klade. Goed, stambomen dus. Ja? Die gemeenschappelijke voorouders, die zijn de clue, zodat je goed die stamboom kan aflezen. Stambomen hebben allerlei vormen. En dan moet je ook de volgende vraag kunnen beantwoorden. Ik heb hier een plaatje, dat laat ik zo zien. En kijk eens naar het plaatje en kijk of je het antwoord kan vinden. En in de beschrijving hieronder staat het goede antwoord. Vergeet niet andere afspeellijsten ook van mij te bekijken als je dat handig vindt. En je kan je abonneren op mijn kanaal. Goed, heel veel succes!